Hey, mooie zielen, welkom in een nieuwe content. En vandaag wil ik het met jou hebben over het verschil tussen gidsen, engelen, aartsengelen en je beschermengel. Dat is een vraag die eigenlijk een van mijn klanten gesteld had. En we vonden het wel een heel goede vraag om eigenlijk ook eens mee te nemen in deze video's en de podcast. Dus wat is het verschil tussen gidsen, engelen, aartsengelen en je beschermengel? Of hoe weet ik hoe dat ik ze nu moet, wie moet ik aanroepen en hoeveel gidsen zijn er dan bij mij? Dat zijn ook vragen dat van zodra je op pad van bewustwording loopt, die dan eigenlijk op je pad komen. En dan slingeren ze met dergelijke begrippen naar je oren. Waardoor je eigenlijk letterlijk het bos door de bomen niet meer ziet. Waardoor dat uiteindelijk allemaal nogal wel veel is, ik weet het. En net daarom is het nodig om hierover iets met jou te delen. Wat ik met jou deel, is informatie die ik ontvang van mijn eigen lichtteam. Die zitten in derde densiteit en hoger. En dus voel vooral wat je meer resoneert op dit moment. En laat de rest gewoon voor wat het is. Dus vertrouw dat je ziel altijd de informatie absorbeert wat je nu nodig hebt. En net daarom vragen mijn gidsen ook om jou dat te vermelden. Want het is belangrijk dat je leert jouw eigen onderscheidingsvermogen te gebruiken wanneer dat gaat over het bekijken van video's op YouTube. Het bekijken van luisteren van podcasts, lezen van blogs, informatie absorberen. Vertrouw meer op je eigen leiding en op je intuïtie. En weet dat de connectie met je lichtteam er is sinds hij ontstond als ziel. En daar gaan we ook ons avontuur vandaag door heel het bestaan van de verschillende lichtwezens beginnen. Met je vaste team. Want op het ogenblik dat je ziel zich afsplitst van de bron, dus eigenlijk ontsta je als ziel, word je geboren als ziel, dan krijg je onmiddellijk een vast team toegewezen. En je beschermengel of je Holy Guardian Angel is eigenlijk de kern van het team. Je zou het kunnen zeggen de verantwoordelijke of de leider. En dit is de hoogste energie die voor altijd bij jou aanwezig is. Dus tot aan een eenheid. Doorheen elk leven op aarde, op andere planeten, in deze dimensie en in andere dimensies. Wanneer je werkt met energie, is belangrijk om te begrijpen dat er een onderscheid is tussen een dimensie en een densiteit. En voor we verder kunnen gaan, waardoor je gaat begrijpen wat het verschil is tussen al die verschillende energieën, is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen een dimensie en een densiteit. En om dat heel eenvoudig uit te leggen, gebruik ik graag de vergelijking die ik meekreeg van een van mijn spirituele leraren, een aantal jaren terug. Nu, wanneer je van de ene naar de andere dimensie gaat, dan verander je eigenlijk van realiteit, van leefwereld. Net zoals dat je van het ene appartementsgebouw naar het andere zou gaan. Dus dat is een volledig nieuw gebouw. Spreek je daarentegen over het verhogen van energie, zoals dat we nu massaal van 3D naar 5D en hoger gaan, dan spreek je eigenlijk niet meer over dimensie, maar wel over densiteit. Je bent nog altijd hier op aarde, je bent niet plots op een andere planeet. Dus je blijft, om de vergelijking te maken, in hetzelfde gebouw, maar alleen leef je nu op een hogere verdieping. Wat betekent dat je in verschillende dimensies die verschillende densiteiten op die verschillende verdiepingen hebt. En dat zijn dus eigenlijk de verschillende energiefrequenties die aanwezig zijn in jouw realiteit. Zelf leef ik vanuit een bewustzijn ondertussen 8D omvat, dus 8, de achtste densiteit. Maar dat betekent niet dat ik hier niet meer fysiek aanwezig ben, want anders zou ik deze video niet kunnen opnemen voor jullie of die podcast hier opnemen. En vroeger zou het ondraaglijk geweest zijn om in dergelijke hoge bewustzijn of energie te gaan leven hier op aarde. Maar daar gaat net nu deze evolutie om. Ik schrijf hier ook over in mijn boek 96 Vlammen. Dat verschijnt op 26 maart dit jaar. Dus mocht je interesse hebben, schrijf je dan zeker ook in op de inspiratiemail. Ik zal zorgen dat er een linkje vermeld staat. Dat is mijn nieuwsbrief waar ik je dan eigenlijk op de hoogte breng van alle nieuwtjes. Dus dat eventjes ter zijde. Maar om terug te keren naar het thema van vandaag. Nu weet je dus dat wie je beschermengel is. En dat die beschermengel al heel lang bij jou is. En ik wou eigenlijk eerst schrijven of zeggen, jullie zijn even oud. Maar mijn gidsen, spirit, of we dit ook wel noemen, heeft me gecorrigeerd en heeft me gezegd dat dat niet zo is. Dat klopt niet. Je beschermengel is ouder in ontstaan. Wat dat eigenlijk betekent dat die energie zich eerder van de bron heeft afgesplitst dan jouw ziel, dan jouw energie. Dus je vaste team bestaat uit je gidsen, engelen, aartsengelen en natuurlijk je beschermengel. Maar dan hebben we ook nog een team per levensfase. En naarmate de levenslessen die je komt leren, de ervaring waar we doorheen gaan,
wordt dat vaste team aangevuld en aangepast zodanig dat je de ondersteuning krijgt die het beste bij je past. Het is een beetje zoals hier op aarde dat we verschillende cursussen gaan volgen, we gaan verschillende coaches gaan raadplegen, we hebben verschillende leraren. Eigenlijk komt dat wel op hetzelfde neer. Dus, en dat is omdat eigenlijk je krijgt de gids of de engel die het beste bij je past. Waarom? Omdat elke gids of elke engel die jou ondersteunt in groei als ziel, dit ook doet omdat het ook hen verder helpt te evolueren. Dus wanneer je iets geleerd hebt en gegroeid bent, kan het zijn dat jouw gidsen of engelen ook weer verder kunnen in hun groei en eigenlijk verder gaan in de lessen waar zij verder mee willen aan de slag gaan. Soms gebeurt het dat je de frequentie of de specialiteit van die gidsen die je had, ontstijgt of overstijgt, waardoor je weer nieuwe energieën rondom jou gaat gaan krijgen. En enkel en alleen omdat ze dan weer aangepast zijn aan jouw vernieuwde frequentie. En hierdoor kan je soms het gevoel hebben, wanneer je op pad van bewustwording loopt, dat je plots geen contact meer hebt met je gidsen. Ik heb daar ook al eens over geschreven, of over gesproken in video's en blogs. Dus weet dan dat het een periode is waarbij dat je team eigenlijk zich aan het hergroeperen is. Zich aan het herschikken is, de pionnen op het schaakbord, zodanig dat jij eigenlijk weer vooruit kan gaan. Nu, dan is er ook nog een stukje verschil in specialiteit. En dat is eigenlijk het grootste verschil wanneer dat je spreekt over gidsen, engelen, aartsengelen of je beschermengel. En dat heeft eigenlijk enkel en alleen te maken met hun frequentie. Dus met andere woorden, met de eigenschappen van hun energie. En hier ontstaat ook het verschil in kleur en specialisatie bijvoorbeeld bij aartsengelen. Waarom dat de ene aartsengel verbonden is met de groene straal? Waarom is de andere verbonden met de blauwe straal? Waarom is de andere nog verbonden met de roze straal? Of waarom is er een combinatie van verschillende stralen? Dat heeft daarmee te maken, met de eigenschappen van die energie. Nu, gidsen zijn vaak zielen, energieën die eigenlijk al eens geïncarneerd zijn op aarde als mens of dier. Of niet zozeer alleen maar op aarde, maar ook op een andere planeet. Dus die zijn eigenlijk al eens geïncarneerd ergens in een dimensie. Nu, onder de term gidsen zitten eveneens ook je totemdieren, je spirituele dieren en zelfs ook overleden dieren. Dus dieren die doorheen dit huidige leven overleden zijn, of zelfs ook vorige levens, kunnen ook beslissen om als gids dienst te doen. Dus hoe dat je het ook wil noemen, gidsen is eigenlijk een verzamelnaam voor verschillende soorten energieën die jou bijstaan in je zielsgroei. En hierbij is het belangrijk te vermelden dat wanneer je contact hebt met gidsen van een lagere energie, dat hun eigen ego ook nog geïntegreerd is. Dus hun eigen ego is nog aanwezig en speelt toch ook een rol in het doorgeven van boodschappen. Ze zijn dus nog onderhevig aan de dualiteit, waardoor dat boodschappen die je van deze energieën ontvangt, niet altijd voor je hoogste goed kunnen zijn. Dus ook hier gebruik je onderscheidingsvermogen. Voel je bijvoorbeeld een angst of een lagere trilling, negeer dan die boodschap. En twijfel je, zeg dan, ben je van het hoogste licht, ben je van het hoogste licht, ben je van het hoogste licht. Waarom? Energieën die niet het beste met je voor hebben en dus niet van het hoogste licht zijn, zullen automatisch verdwijnen. Want dat is een regel, een soort van afspraak in het universum. Ten slotte heb je ook nog altijd je vrije wil. Dus je beslist nog altijd welke boodschap en welke leiding je volgt en welke niet. Het zal snel duidelijk worden of je de juiste keuze gemaakt hebt of niet. En hoe meer je dus werkt met je lichtteam, hoe sneller je zal aanvoelen wanneer een energie zich voordoet als een lid van je team. En dus eigenlijk niet tot je team behoort of wel effectief een lid is van jouw lichtteam. Net daarom leer ik mijn klanten ook altijd, altijd aan om te werken met de lichtwezens van de eenheid. Want op het ogenblik dat je je verbindt met een energie uit de eenheid, dan weet je dat de boodschappen en het advies dat je ontvangt voor je hoogste goed zal zijn. Bovendien krijg je dan ook altijd de energie die het meeste aangewezen is voor je vraag. Dus door jouw vraag te richten tot lichtwezens van de eenheid, zal degene die het meest aangewezen is voor jouw vraag ook antwoord geven op jouw vraag. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn dat je vraagt lichtwezens van eenheid en iets rond healing, en dat je dat bijvoorbeeld aartsengel Rafael krijgt. Maar het kan ook even goed zijn dat je beschermengel die healing gaat geven, of dat je werkt met de ladies en de lords van de Shambhala. Dus het hangt ervan af wat dat jij op dat moment nodig hebt. En aangezien dat we dat met ons logische verstand niet altijd weten en zien, is het gemakkelijkste om het eigenlijk over te laten aan jouw team. Je kan bijvoorbeeld ook vragen aan je hogere zelf of aan je beschermengel om een gids aan jou toe te wijzen van de hoogst mogelijke densiteit, dus van de hoogst mogelijke energiefrequentie,
zodat je de zuiverste informatie krijgt die jou vooruit helpt. Je kan bijvoorbeeld ook gidsen vragen per probleem, per thema waar je tegenaan hebt. Bijvoorbeeld, als je kinderen hebt, kan je bijvoorbeeld gidsen vragen die je specifiek helpen met de opvoeding van je kinderen. Je kan gidsen vragen voor het schrijven en het ontwikkelen of het neerzetten van je bedrijf. Je kan gidsen vragen die behulpzaam zijn in je relatie. Dus wat dat ook is, je kan voor elk probleem, elke vraag, elk obstakel gidsen vragen en toewijzen. Ze wachten eigenlijk op ons om aan het werk gezet te worden. Dus maak er gebruik van en vraag het gewoon. Nu, het verschil tussen engelengidsen en dergelijke is eigenlijk heel complex. En hierdoor dus niet altijd met ons logische verstand te vatten. En net daarom vraagt mijn lichtteam ook om hier niet te diep op in te gaan. Net omdat we niet te veel in ons hoofd zouden gaan zetten. Het is belangrijk dat we leren te communiceren vanuit ons hart en te voelen wat goed voor ons is. Want tenslotte kan iedereen hier op aarde informatie ontvangen, net zoals ik nu doe op dit moment. De verbinding met jouw lichtteam is er altijd. Alleen denken we soms dat we afgesneden zijn van alles en dat we nog zoveel moeten leren en dat we nog die cursus en dat nodig hebben en dat nog en dat nog en dat nog. Echter, het enige wat dan nodig is, vraagt te erkennen dat je die gedachte hebt. Een beperkende gedachte. Want net dat houdt je tegen om iets nu al te ontvangen. Gedachten zijn onze manifestatiekracht, vergeet dat niet. Alles wat je denkt zal zich materialiseren en tonen in de buitenwereld. En nu nog sneller dan ooit tevoren. Dus wil je leiding ontvangen, vertrouw dan in jezelf en vertrouw in die verbinding die er altijd is. Je maakt jezelf niets wijs. Behalve dan het feit dat alles wat je tegen jezelf vertelt over hoe dat iets zou moeten zijn. Want daar zit je meeste en je diepste groei die je nog kan doormaken. Dus ga aan de slag met jezelf. Bekijk en hou elke gedachte die door je hoofd gaat bewust tegen het licht. En kijk van, is dat een gedachte die me dichter bij mijn wensen en dromen brengt? Of is dat eigenlijk een gedachte die ik gewoon heb overgenomen, die ooit ergens ontstaan is en niet meer bewust is? En die kan je dan veranderen zodat ze voor jou gaat gaan werken en niet meer tegen jou. Zo. Ik hoop dat het jou opnieuw weer wat inzichten heeft bijgebracht. Heb je vragen hier over dit thema nog? Of over iets anders? Zet ze gerust hieronder. Of stuur mij een mailtje via de website www.schoolvooressentie.be. En dan kijk ik op welke manier dat ik jou weer van dienst kan zijn. En zoals altijd, mocht je hulp en ondersteuning nodig hebben, je kan me vinden via de website, via de linkjes hieronder vermeld. Wil je op de hoogte gebracht worden van mijn boek? Of van toekomstige cursussen, want er wordt ook een groepstraject gekoppeld aan de uitgaveverschijning van het boek, waarin dat we gaan werken rond zelfrealisatie via het hartgedragen bewustzijn. Allemaal fantastisch en spannend. Dus mocht je daarvan ook willen op de hoogte gebracht worden, stuur mij geen mail, maar schrijf in op de inspiratiemail, dus de nieuwsbrief. Ik vermeld het linkje zodanig dat je op de hoogte blijft en niets moet missen. Zo. Ik wens je alvast een fantastische week, fantastische dag. Geniet van alle kleine gelukjes en tot in de volgende. Dag!